President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 9 juli 2024 een vergadering gehouden over de voorbereidingen voor de verkiezingen van mei 2025. De president benadrukte het belang van veiligheid en integriteit bij de verkiezingen en riep op tot een duidelijke scheiding tussen politieke en ambtelijke rollen. Directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken presenteerde de verkiezingskalender, begroting en stembiljetten en meldde dat er 18 werkgroepen actief zijn. De planning, ID-kaarten en samenwerking met andere verkiezingsactoren zijn in volle gang. 4 verdachten zijn op 8 juli 2024 aangehouden na een roofoverval bij een Suribet-shop aan de Moakabu-weg. Ze worden ook verdacht van een eerder overval op 4 juli. De daders bedreigden een kassier en namen de dagopbrengst mee. De politie vond bij hen een neppistool, een houwer en geld. 2 minderjarige verdachten zijn naar een jeugdinstelling gebracht. Het onderzoek wordt voortgezet door de recherche van Regio Midden. Onderzoekers en voorlichters van het ministerie van LVV hebben een training gevolgd in het gebruik van Kobo Toolbox, een software voor gegevensverzameling en beheer. Ze leerden enquêtes opstellen, data beheren en analyseren en data offline verzamelen en uploaden. Een pilot zal plaatsvinden in Saramaka, waarbij een enquête voor het directoraat landbouwkundig onderzoek wordt uitgevoerd. Dit project, ondersteund door de FAO en gefinancierd door China, richt zich op de digitalisering van dataverwerking om het ministerie te helpen bij beleidsuitvoering.